Wat? Ik laat jullie even. Lieverd, dit is een zakelijk besluit. Ik snap dat Pap, je... Wacht even. Dit kun je gewoon niet menen. Je was het toch met me eens? In zeker opzicht wel. Maar Cleo had hele goede argumenten. Je laat je er gewoon inluisteren door de eerste beste hoeren, madame. Iedereen die hard heeft voor dit hotel laat je vallen. Mag ik het uitleggen? In heel veel hotels wordt gebruik gemaakt van animeermeisjes. Cleo is zo slim geweest om dit in het voordeel van ons hotel te maken. Ze heeft over alles nagedacht. Niemand heeft er last van en het gebeurt allemaal heel discreet. Zij is wat dit hotel nodig heeft. En de valse papieren? Ik vind op het moment haar inzichten belangrijker dan een diploma. Ik heb goede afspraken met haar gemaakt. Ze zal dit soort acties niet... Ik hoef het allemaal niet te horen. Ik wil helemaal niets meer mee te maken hebben. Isabella, alsjeblieft. Mama zou zich omdraaien in een graf als ze wist wat jij vandaag hebt besloten. Dat viel me heel erg tegen bij jou. Ja, hallo. Je stond 3 meter van het doel. Zo kan ik ook scoren. Hè? Wat zie jij eruit, hè? Ja, dat heeft zij gedaan. Ze tackelde mij omdat ze niet tegen de vlies kan. Kijk, kom maar gewoon niet aan. Ik heb dorst. Wat wil je drinken? Iets fris. Voor mij blijven de rest van de reis in onze hut, maar... Zul je wel met me moeten trouwen? Dat ben je niet. Als je nog even over na wilt denken. Deze krijg je van Rick. Proost, dank je. Ben je snel terug? Ja. Hoe was het? Ze wilde toch een punctie doen met Leo. Er zit een knobbeltje. Het is nu wachten op de uitslag. Het spijt me van vanmiddag. Ik had je gewoon moeten zeggen dat ik met Cleo naar het ziekenhuis ging. Ik weet ook niet waarom ik het nou niet eerlijk tegen je heb gezegd. Nou. Het is gebeurd, het geeft niet. Dus je bent niet boos? Nee. Anita Dendermonde, waar heb ik jou aan verdiend? Is er iets? Nee, niet. Ik heb gevoetbald met Job en met Rick. Mevrouw van Kleef. Met dubbel F. Ah, oké. Okay. Nou, dat wordt dus donderdag? Ja, 11 uur. Tot dan. Tot ziens. Dag. Dit geloof je niet. Wat dan? Mijn vader vindt het goed dat Rozeboom escort service heeft. Wat? Sorry? Cleo blijkt onze mannelijke gasten een tijdje van dames te voorzien als ze daar behoefte aan hebben. En dat vindt je vader goed? Ja, hij denkt alleen maar aan geld. En het ergste is, Cleo mag blijven. Ik ben de hele wereld met hem overgereisd. Ik had hem geen moment in de steek gelaten, Charlie. En nu krijg ik dit. Ja. En nu? Wat moet ik nu? Ik kan hier niet meer blijven werken. Weet je wat je doet? Neem een paar dagen vrij en kom bij mij logeren. Ja, mag dat? Ja, tuurlijk. Oh. Ik wou dat je in Puerto Rico was gebleven. Lieverd, ik begrijp dat je het moeilijk hebt met mijn beslissing, maar er komt een dag dat je het zult begrijpen. Moet ik op school soms vragen of ze een keuzemodule escort service hebben? Maar schat, je hoeft hier helemaal niks mee te maken te hebben. Maak je geen zorgen, dat was ik ook zeker niet van plan. Mocht je van gedachten veranderen, ik logeer bij Charlie. Hé, hey, Sylvester, ga jij een liedje voor ons spelen? Nee. Ik kom eigenlijk vertellen dat ik hier mijn baan ga opzeggen. Omdat ik een cd ga opnemen in New York. Een cd in New York? Ja. Dames en heren, we hebben een beroemdheid in ons midden. Cleo, hoor je dat? Die ga je kwijtraken. Hij gaat het maken in New York. Ja, jezus. Ik had het je graag zelf even willen vertellen. Maar... Champagne, dit moeten we vieren. Ja, jij gaat groot geld verdienen, dus ik ga jou rondjes leren geven. Robert, zou jij misschien wat zachter willen praten? We kunnen je echt prima verstaan. Ja, maar dit is toch waanzinnig nieuws? Oh, wacht, ik weet het al. Jij bent jaloers. Hij wordt wereldberoemd en jij sterft in de kelders van de Rozeboom. Pak maar goedkoper. Dank je.
Deze champagne is van het huis. Mits je je feestje op je eigen kamer voortzet. Nee, sorry schat. Ik heb daar geen tijd voor. Die ontslagbrief die krijg je nog van me. Hi. Die is lekker. Die ga ik mooi soldaat maken. Als je zin hebt. Kamer 17. Dat heb je goed opgelost. Dank u. Als ik ze boos maak, worden ze nog maar vervelender. Hoe is het met Isabella? Zij is boos. Ja, ik heb zo lang getwijfeld of ik er wel of niet op de hoogte zou stellen van mijn beleid. Ik dacht dat ze het niet zou begrijpen. Je hoeft je niet schuldig te voelen. Ze is vooral boos op mij. Ik heb haar nog nooit zo teleurgesteld gezien. Zal ik met haar gaan praten? Nee, laat haar maar even. Ik denk dat ze wat tijd nodig heeft. Daan, ga zitten en hou je vast. Ga nu zitten. Dit zijn alle mogelijke vaders die hier hebben gewoond, eind jaren 70. Allemaal. En nu? Nou, we gaan ze allemaal langs. Ja, zie het voor je. Mag ik u een persoonlijke vraag stellen? Heeft u ooit sperma gedoneerd? We kunnen ze ook allemaal schrijven. Ik vind het heel lief van je, maar dit zijn honderden mannen. Ja, wat wil je dan doen? Niets. Op een dag staat hij voor me en dan weet ik gewoon dat het mijn vader is. Daan, alsjeblieft, dat kan je toch nooit zeker weten? Ik voel dat, dat weet ik gewoon. Hier, ik heb mijn horoscoop getrokken gisteren. Mercurius staat in het negende huis, dus er gaat iets gebeuren deze week. Ja, you. Iets wat mijn hele leven op zijn kop zet. Ik denk toch niet dat een horoscoop en een huis van Mercurius... Jij gelooft er misschien niet, maar ik wel. Wat doe je vanavond? Nog niks. Zullen we gaan stappen? Jij vraagt mij mee uit? Alleen als je me belooft thuis te brengen. Ik word gek. Natuurlijk mag je hier een paar dagen logeren. Het logeerbed staat op zolder. Oh, jullie zijn geweldig, dankjewel. En ik mag me er niet mee bemoeien, maar ik begrijp echt niet wat Cleo nog in de rozenboom doet. Mag het logeerbed in mijn kamer? Tuurlijk. Ga mee. Dat Cleo dollartekens in haar ogen heeft, dat wist ik al, maar dat ze nu ook al een bordeel begint. Een bordeel? Oh, dan ga ik er snel eens eten in de rozenboom. Doe jij eens even normaal, zeg. Cleo heeft mij het hotel uitgezet omdat David de rekening niet had betaald. David? Ja, nee. David. Ik ga even water opzetten voor de spaghetti. Jezus, wat ruikt het hier lekker, zeg. Spaghetti bolognese. Eet je mee? Ja, graag. Ja, mag jij de tafel dekken? Oké. Ik was in de rozenboom vanmiddag. Mm-hmm. En toen zag ik Robert. Die was echt zo dronken als een konijn. Dat is echt niet meer normaal hoeveel die man drinkt, hoor. Wat ga je nou doen? Ik ga naar de rozenboom. En het eten dan? Ja, dan eten maar wat later. Sorry, heb ik nu jullie avond verpest? Nee, joh, geeft niks. Er komen er nog zoveel. Het is eigenlijk voor jou, maar ik eet mee als je het goed vindt. Wat lekker. Moet ik even helpen? Nee, nee. Jij mag alleen maar kijken. Oh. Oh, lekker gehakt. Ja, ik... Nou, wil jij even... Ja. Sorry. Met de assistent van dokter Gijs Bijns van den Berg. Hallo, met Cleo. Mag ik Gijs even? Cleo. Met Anita. Oh, dat hoorde ik geen eens. Sorry. Geef niet. Ik geef je Gijs. Moment. Cleo voor jou. Ja, dankjewel. Met Gijs? Nee, volgens mij is het niet goed, Gijs. Oh. Nee, de pijn wordt steeds erger. Ik voel het nu ook als ik gewoon stil zit. Nou, als je nog steeds pijn voelt, dan duidt dat meestal niet op iets kwaadaardigs. Ik hou nog steeds op ontsteking. Kun je niet even hier naartoe komen? Nee, helaas. Maar ik ben bezig. De uitslag zal er snel zijn, denk ik. Maak je dan maar niet al te veel ongerust, oké?
Zo. Sinds wanneer geef jij jouw mobiele nummer aan je patiënten? Ja, ze belden voor de uitslag van het onderzoek. Ze zal nerveus zijn. Ik vind het wel wat voor haar. Ja. Nou, dan gaan we niet meer over werk hebben. Kom jij eens even lekker hier. Ik krijg dat ding niet open. Nee. Ik heb het al met olie geprobeerd, maar... wacht even. Ik heb mijn fiets niet op slot staan. Ah. Even kijken of hij er nog staat. Ja. Meneer Harmsen, er zijn uw spierballen gebleven. Ik krijg nou wat, zeg. Nou ja, het zal wel door die olie komen. Ja. Dank je wel, hè. Hey, wat leuk, Twister. Dat speelde ik vroeger altijd. Dick heeft het van zijn zoon gekregen. Maar ja, hij vergeet het steeds mee naar huis te nemen. Zijn zoon? Ja, Rick heeft een zoon, ja. Hij stond ineens voor zijn neus. En wist je toen meteen dat het je zoon was? Ja, ik kwam hem tegen op de begrafenis van zijn moeder. En, ja, ik voelde toen wel iets. Hij integreerde me. En toen? Toen stond hij de volgende dag in één keer in de bar. Zei hij dat ik zijn vader was. Zie je wel. Daantje Mus, we zouden het hier niet meer over hebben, weet je nog? Ja, baas. Hoe is het met Lucas? Wie is Lucas? Oh, dat is mijn lievelingsnummer. Mag ik deze dans van u? Ja. Jeff, ik zit hier. Goed dat je er bent. Ik heb net een briljante brainwave gehad. Ga zitten. Ja, dat kan ik zelf ook wel. Luister en huiver. Dat spotje voor je nieuwe appeldrank. Grino. Grino, het woord zegt het al. Gifgroen. Luister. Robert. We maken een virtuele appel. Zo groot. Oh nee, nog groter. Zo groot. En dan maken we daar een kraantje aan. Dat kunnen we makkelijk maken in de computer. Hup. Hallo, ben ik in beeld? Zag je niet wat je deed? Luister nou. Adam en Eva staan naast die appel. Eva zet haar mond aan het kraantje en zegt... Grino, het ondeugendste drankje aller tijden. Hoe vind je hem? Hij is leuk, hè? Hij is leuk. Robert, zou je naar je kamer gaan? Ja, sorry. Om die champagne op te drinken? Nee, er is één probleem. Die fles is al op. Dat blondje zit al de hele dag op mij te fitten. Ik denk dat het beter is dat we nou... En lul dan niet. Het is toch gezellig hier. Mag ik een flesje van iets wits? Pinot, Chardonnay, maakt niet uit. Waar was ik? Heb ik je vandaag al verteld hoeveel ik van je hou? Jij hebt het me laten merken. Ik vind dat wij het goed doen. Ondanks onze moeilijke start. Zeg je altijd alles eerlijk tegen mij? Waar komt dat nou vandaan? Nou, ja, daar denk ik wel eens over na. Wat je elkaar wel en niet vertelt. Denk je wel eens aan een andere vrouw? Nou ja, ik zou liegen als ik nou nee zou zeggen. Ja, kijk wel eens naar een mooie vrouw, ja. Zou je me zeggen als je vreemd zou gaan? Daar vraag je me wat. Zou je het willen weten? Weet ik niet. Waar hebben we het over? Ik zou natuurlijk geen geheimen voor je willen hebben, maar ik heb er wel een. Ik weet alleen niet zo goed hoe ik het moet zeggen. Omdat jij de mooiste en de liefste vrouw bent die ik ken. En omdat ik je nooit meer kwijt wil. Kom je bij me wonen? Ik zou het echt heerlijk vinden om je de hele dag om me heen te hebben. Nou, wat vind je ervan? Ik vind het heel lief van je. En natuurlijk wil ik ooit samen met jou wonen, maar... Ik weet niet of ik dat nu wil. Neem alle tijd die je nodig hebt. Dus we hoeven eigenlijk alleen maar een Adam en een Eva te kasten. Nee, nee, die maken we ook virtueel. Robert, wat? Ik ben hier niet gekomen om over werk te praten. Heb je hier nog aan gedacht?
Oh nee, is het weer zover? Jezus, Jeff, ik ben toch geen klein kind meer? Iedereen om ons heen ergert zich aan je. En je hebt niks in de gaten. Meneer, mag ik u eens eerlijk vragen? Ergert u zich aan mij? Jij gaat nu mee naar boven. Dat vind jij leuk, hè? Beetje de baas over me spelen, net als vroeger. Hey, ik probeer je te helpen, ja? Als je niet geholpen wil worden, dan zoek je het zelf maar uit. Jeff, loop nou niet weg. Jeff! Leo, zou je Robert geen drank meer willen schenken? Nu niet, morgen niet, nooit. Dat had ik zelf ook al bedacht. Er is echt helemaal niets meer, hoor. Behalve van mijn lievelingskoekjes. Hé, hey Charlie, ik heb een film gehuurd. Kijk je mee? Nou, nee, want ik moet nog heel hard repeteren. Die Amerikaanse producent die komt morgenochtend. Sorry. Dag, ik ben de vader van Isabella. Is ze soms hier? Ja, ik ben Barbara Fischer. Ik moet terug naar Puerto Rico en ik zou haar graag nog even zien. Komt er binnen. Isabella, kan ik nog even met je spreken? Ik begrijp dat je het moeilijk hebt met mijn beslissing. Maar de rozenboom... Je probeert het gewoon weer. Het heeft geen zin. Ik ben het niet met je eens en ik zal het ook nooit worden. Wat kan ik doen om het goed te maken met je? Ik baal er gewoon van dat je niet achter me staat. Terwijl ik je wel altijd probeer te steunen. Ja, maar dit gaat helemaal niet over jou en mij. Dit gaat over het runnen van een bedrijf. Lieverd, in heel veel gerenommeerde hotels wordt gebruik gemaakt van animeermeisjes. Ik wil dat niet zo, maar het is zo. Cleo heeft... Ik vind het smerig. En ik begrijp sowieso niet dat je voor Cleo kiest. Ik kies niet voor Cleo. Ik kies voor het hotel. Waarom vertrouw je dan niet op mij? Ik kan toch ook voor de stijging van de omzet zorgen, maar op een hele andere manier. Lieverd, Cleo en jij doen het samen juist zo goed. Dat wil ik zo houden. Dan weet ik niet of je nog in de Rozenboom wil blijven werken. Wat bedoel je? Precies wat ik zeg. Ik denk niet dat ik op mijn plaats ben in de Rozenboom. Waarom neem je niet wat tijd vrij af? Kun je wat nadenken? Of ga met mij mee naar Puerto Rico? Nee. Wil je hem als je bent aangekomen? Dag Jacques. Tot morgen, dankjewel. Komt er nog wat van of hoe zit het? De bar is gesloten. Nou, dan doe je maar weer open. Nee. Het restaurant gaat zometeen ook dicht. En wij gaan naar bed. Dat zou je ook moeten doen. Ik wil helemaal niet naar bed en zeker niet met jou. Zeg, wat is dit voor ballentent? Het is een beetje behelpen, maar het komt uit een goed hart, moet je maar denken. Het lijkt wel of we aan het kamperen zijn. Nou, en hoe? Bijna uit plastic bekertjes, slapen op de grond, patat zoveel als we willen. En, niet te vergeten, muziek. Je bent wel een uitslover, hè? Nou, zou je met mij op deze camping willen dansen? Heb jij wel eens gekampeerd? Nee, eigenlijk nog nooit. Maar ik moet zeggen, dit bevalt me erg goed. Dus als ik je nu zou zoenen, dan heb je voor het eerst van je leven op een camping gezoend? Ja.
ruikt naar pindarotsen. Gadverdamme, het stinkt, het is vies. Nee, ik wil niet. Rick. Ja? Kan jij me even helpen? Er moeten wat tafels verplaatst worden en dat lukt me niet in mijn eentje. Ik ga wel. Jij bent nog niet van me af, boef. Meneer. Morgen. Wat is er zo leuk? Niks. Nou, ik heb gisteravond een hele leuke avond met Anita gehad. En ik heb gevraagd of ze bij me komt wonen. Dat meen je niet. Ja, ik gooi allemaal oude troep eruit. Een likje verf erover, een paar nieuwe meubeltjes. Tada, klaar. Wanneer trekt ze bij je? Dat weet ze nog niet. Hoezo? Je hebt het er toch gevraagd? Ja, maar ze is nog niet helemaal uit. Ik denk dat ze het een beetje eng vindt. En daarom denk ik dat het wel kan helpen als iemand anders haar ook vertelt dat het helemaal niet zo eng is. Goedemorgen. Oh, hallo. Nou, ik moet wel weer vandoor. Dag, ik spreek je later. Ik hoor net het grote nieuws. Van het samenwonen. Ja. Nou, Gijs zei dat je nog geen ja hebt gezegd. Nee, als meisje moet je niet al te gretig overkomen. Toch? Do you write all your music yourself? Oh yeah, absolutely, I do. And what kind of ambitions? Hi. Hi. And what kind of ambitions do you have for the future? Well. Wie is die man in de kamer? Dat is Jimmy Keenan, die Amerikaanse plaatproducent. Die man komt helemaal uit New York voor Sylvester? Nou, ik denk het wel, ja. Nou, misschien kunnen wij ook wel gebruiken. Charlie, niet doen. Charlie. Maak het nou uit. Charlotte, je gaat zitten. Hier, nu. Nou. Come on. Why do you think I'm here? Well, you're not just here to have a little chat with me, I guess. You're funny. The reason is we want to work with you. We think you're talented. Well, what exactly do you mean? Why don't you come to New York soon? Nou, deze week neem ik sowieso vrij en die week daarna misschien ook. Oh, mooi. Dan kunnen we even gaan shoppen. Dit is for real. Dit is helemaal echt. Ik kan naar New York. Alles wordt voor me betaald en ik kan minstens een half jaar blijven. Fantastisch. Gefeliciteerd. En we gaan een cd opnemen en er worden er 200.000 uitgebracht. En dat is alleen maar het begin. En er kan nog veel meer worden, zegt hij. Te gek. Koffie. Hier, nou, dit is pas een carrière move, zou ik zeggen. Wanneer ga je? Ja, ik heb nog helemaal geen ja gezegd, want hij wil namelijk dat ik deze week nog kom. Dan al? Ja. Hé, jongen, niet twijfelen. Sylvester, dit is wat je altijd gewild hebt. Hé? Hé. Hey. Ik ben blij voor jou, Gijs. Maar eerlijk gezegd heb ik het wel een tijdje een beetje bang geweest dat het mis zou gaan. Na wat er allemaal is gebeurd in Nepal. Ik heb het er moeilijk mee gehad, maar ik ben blij dat we allebei ons oude leventje weer hebben opgepakt. Ja. Ik heb gisteravond een gesprek gehad met Gijs over eerlijkheid binnen een relatie. Ik had het hem bijna verteld. Ik kwam erachter dat ik altijd een soort afstand heb gevoeld. Kent hij me wel echt? Ken ik hem wel echt? Ik schrok daarvan. Wil je wel met hem samenwonen? Weet ik niet. Ik hou van hem. Hij is goed voor me. Ik vind hem mooi, maar het is niet genoeg. Met jou was ik gelukkiger. Het gevoel was intenser. Ik weet niet precies waarom, maar zo voelt dat. Zo is het altijd geweest. En zo zal het altijd blijven. Ik hou van je.